Dag meneer, wij komen voor de training van het Nederlands Elftal. Oh, mogen wij niet binnen? Waarom niet dan? Er is iets aan de hand met het Nederlands hockeyelftal. Dat zie je, dat hoor je, dat voel je. Maar goed, we komen dus niet binnen, dan maar via een paar omwegen. Zoals u kunt zien is het vrij rustig op het hockeycomplex van Rotterdam. De meeste journalisten en fotografen zijn thuisgebleven, want het is, zo blijkt, een besloten training. Toch hebben wij dus een aantal beelden. Het zou er rustig aan toe gaan die dag. Er werden onder andere wat tactische dingen besproken. Morgen, Argentinië speelt veel hoge ballen. Even dat doornemen. Ja, even doornemen. Maar niet voor sterspeler Rob Rekkers. Hij verlaat na een half uur plots het veld en iedereen zwijgt. Even later zien we Rekkers weer terug. Er is dus iets aan de hand. Maar wat? Ja, ze zijn heel zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Waar merk je dat aan? Alles. Alles. Je merkt gewoon zweet, bloed en tranen. Eng. Ja, zenuwen dus. Want het zal morgen moeten aantreden tegen het sterke Argentinië. Dat overigens in geen velden of wegen te bekennen is. Er moet gewonnen worden. De druk is hoog. En daarom gingen wij na de training de druk even van de ketel afhalen. Mijn naam is Tim Hooying. Ik ben linksmidden van het Nederlands team. En ik denk dat ik dat ding er niet afschiet, maar ik ga het wel proberen. Schiet, je pusht toch? Ja. Ja! Ja! Ik ben Ronald Brouwer. Ik speel bij het Nederlands elftal voorin. En ik denk dat ik in 8 ballen die pion eraf ga slaan. 8 ballen. Yes. Doe maar dan. Ik heb midden, jongen. Ik heb 8 ballen. Maar ging het tenminste de lucht in. Oei. Mijn naam is Ebi Kessing. De rest kon het ook niet. Ik ben Matthijs Brouwer, mag gelukkig als vierde. En ik weet zeker dat ik die pion eraf ga slaan. Ik ga het iets rustiger doen als de rest, die ging veel te hard. Maar hij ging er tenminste de lucht in. Oei! Oh.